Hallo en welkom bij een nieuwe videoles van Verbeerta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar het idee achter kwadraten. Een kwadraat is namelijk iets wat heel erg vaak gaat voorkomen, wat heel erg belangrijk is de komende jaren bij wiskunde. Maar ook bij natuurkunde, bij scheikunde en ik gok ook bij economie en andere vakken. Bij Frans en Engels weet ik het niet zo. Maar goed, wat is nu een kwadraat? Een kwadraat is iets dat te maken heeft met dit rijtje met getallen wat ik nu aan het opschrijven ben. En dan denk je van, huh, wat hebben die getallen nu met elkaar te maken? Nou, die hebben heel erg veel met elkaar te maken. Het is best moeilijk trouwens om dit te doen terwijl je aan het praten bent. Maar goed, rijtje met heel erg nuttige getallen die heel veel met elkaar te maken hebben. Denk er maar eens over na, kijk of je hier de structuur in vindt. En als je hem gevonden hebt, haal mij dan weer van pauze af. Of als je er echt niet uitkomt, doe ik meteen. Oké. De eerste is namelijk 1 keer 1. De tweede, 2 keer 2. Derde, 3 keer 3. Vierde, 4 keer 4. 25 is 5 keer 5. 36 is 6 keer 6. 49 is 7 keer 7. En 64 is 8 keer 8. En zo kunnen we een hele tijd blijven doorgaan. Maar waarom zijn dit speciale getallen? Dit zijn namelijk getallen die keer zichzelf zijn. En er zijn verschillende manieren om op te schrijven. Maar één manier om het op te schrijven is door er een klein tweetje boven te zetten. Dus 1 in het kwadraat is 1 keer 1. Is, nou ja, 1 met zo'n tweetje erboven. 16 is 4 keer 4. Is 4 in het kwadraat. 25 is 5 keer 5, oftewel 5 in het kwadraat. Enzovoort, enzovoort. Nou, dan kun je wel denken van, ja, waarom is dit nu dan weer handig? Maar dat heeft ermee te maken dat kwadraten oorspronkelijk veel gebruikt werden bij bijvoorbeeld een vierkant. En van een willekeurig vierkant kun je zeggen dat het oppervlak is natuurlijk de lengte keer de breedte. Ja, ik weet dat ik hier een grote x opzet als breedte, maar dat doe ik even in woordformules nog wel. Oké, maar als het oppervlak de lengte keer de breedte is en het is een vierkant, dan kun je ook zeggen dat de lengte hetzelfde is als de breedte. Dus we kunnen bij dit vierkant ook zeggen van, weet je wat, dat is de lengte keer de lengte. En lengte keer lengte opschrijven vind ik wat lang, dus ik maak hiervan lengte in het kwadraat. En dat is waar je kwadraten makkelijk en snel voor kunt gebruiken. Klein stukje extra stof, maar dit is meer derde klas stof. Als je je afvraagt van, is dit nu de enige manier om dat tweetje te gebruiken? Nee. Stel, ik heb bijvoorbeeld 3 keer 3 keer 3 keer 3 keer 3. Dan mag ik dat ook opschrijven als 3 tot de vijfde. Want ik zie 5 drieën staan, dus dat is een snelle manier van werken. En de enige reden waarom ik dit zeg is zodat je vast af en toe hogere getallen die er staan ook kunt begrijpen. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.